Hi, ik ben Monique van Beats & Basics. Leuk dat je kijkt naar een nieuw tutorial. Vandaag ga ik in de serie basistechnieken laten zien hoe je een armbandje van elastiek af kunt werken. En wat heb je daarvoor nodig? Uiteraard een rolletje elastiek, een schaar en blanke nagellak. Nou, daarnaast heb je natuurlijk leuke kralen nodig. En ik vind het zelf altijd fijn als ik een idee heb om dat gewoon op mijn kralenbord neer te leggen. Dan kan ik gewoon naar wat kleurtjes die bij elkaar passen, gewoon neerleggen en alvast een beetje een patroontje. En dan kun je gewoon kijken van hè, wat staat eigenlijk leuk bij elkaar. Heel veel armbandjes maken wij gewoon op elastiek. Dus het werkt gewoon heel makkelijk. En dan begin je gewoon met het elastiek op de rol. Dus je knipt het niet eerst af, maar je laat het gewoon op het rolletje zitten. Dan valt het niet aan de andere kant meteen weer af als je bezig bent. Dus begin gewoon met het rijgen van je patroon zoals je dat op je kralenbord hebt neergelegd. Nou, er zit niet een sluiting in, maar er zit een knoopje. Dus het maakt in principe niet heel veel uit of er aan allebei de kanten evenveel kralen zitten. Want dat knoopje zie je toch niet als je hem hebt afgewerkt. Dus dan ga je gewoon je kralenbord helemaal af. Nou, ik heb alle kralen op het elastiek geregen. Ik kan gewoon even kijken of het hier zo past. Nou, ik vind dit wel een fijne maat. Dus het elastiek zit nog op het rolletje. Zorg dat je aan de andere kant een niet al te groot stuk elastiek hebt, want dat knoopt niet lekker. En dan gaan we er een knoopje in maken. Dus je doet het gewoon over elkaar heen. En dan onderdoor. En dan maak je een gewoon knoopje. Dus er is verder niks moeilijks aan. Nu zit er één knoopje in. Zorg ervoor dat je het een beetje strak houdt. En dan kun je nog een knoopje erin maken. Zorg ervoor dat je het elastiek gewoon strak houdt. En maak dan nog even 2 of 3 extra knoopjes erin. Nou, en dan komt nu zeg maar de truc. Want als je het zo laat, Dan, omdat het elastiek glad is, schuift het knoopje er gewoon op een gegeven moment uit. Dus hou je armbandje zo ertussen vast. Ga het niet zo uit elkaar halen, want dan, dus niet zo, want dan trek je de knoop er weer uit. Maar zorg dat je allebei de kanten strak trekt. En dan gewoon een klein drupje blanke nagellak over het knoopje. En dan blijft hij goed zitten. Dus laat het even drogen. Knip het nog een beetje lang af. En dan kun je gewoon het laten drogen. Controleer even of het knoopje er goed in zit. Mocht dat nou niet zo zijn, dan kun je het nog wat strakker trekken. Nog een beetje extra nagellak erop doen. Totdat het gewoon goed stevig vast zit. En dan heb je je armbandje netjes afgewerkt. Knip het nog even een stukje af. En het knoopje komt gewoon tussen de gaatjes van de kralen te zitten. Dus daar zie je verder helemaal niks van. Nou, dit is dat armbandje. En dan ga ik het nog even een beetje opleuken met wat bedels. Dus daar heb ik deze voor. Je ziet, ik heb hier een kraal met een oogje gebruikt. Nou, dat staat altijd mooi als je bedeltjes wilt gebruiken. Dus hier bijvoorbeeld een kwastje. Je pakt gewoon een jumpring. Deze is van 4 mm. Maak je een klein beetje open met een tangetje. Nou, dan kun je dat zo door een aantal draadjes van het kwastje doen. Die aan het oogje. Nou, dan het ringetje goed dichtknijpen. Nog een ander bedeltje erbij. Dit is gewoon een kraal. We hebben een bedel van gemaakt met een nietstift. Daar hebben we ook nog een andere videotutorial voor. Nou, die hangen er ook aan. Nou, zo zit hij goed dicht. Even kijken of het knoopje goed zit. Het blijft gewoon strak zitten. Er zit verder geen ruimte tussen het knoopje. Dus deze is helemaal goed. We kunnen hem afknippen.
En dan is je armbandje klaar. Nou, dit is hoe je een armbandje van elastiek maakt. Op de webshop hebben we echt mega veel inspiratiefoto's. Waarin we allerlei verschillende combinaties van kralen en bedels gebruiken. Dus dan kun je nog weer allemaal leuke ideeën vandaan halen. En als je op ons kanaal abonneert, dan kun je nog veel meer sieraden tutorials zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doei doei!